Hallo YouTubers. Om te beginnen een heel gelukkig nieuwjaar en laten we er een goed 2024 van maken. Nou, deze video is een beetje een andere setup dan normaal. Ik zit hier in mijn woonkamer bij mijn kerstboom en mijn boekenkast en mijn uh, uh, souvenirs uit het buitenland. Maar uh, zoals ik wel vaker doe eigenlijk de laatste jaren is uh, een, een korte terugblik op 2023 en een vooruitblik wat 2024 allemaal gaat brengen. Uh, dus dat we ook in deze video gaan doen. Dus uh, geen slangen dit keer, maar die komen binnenkort. Geloof me. Um, maar goed, um, om te beginnen, nou, stukje 2023. Um, om te beginnen, de kweek is eigenlijk heel erg goed gegaan. Uh, ik had minder vrouwtjes ingezet uh, dan in 2022, maar toch veel beepjes gekweekt. Ietsje minder dan in 2022, maar was wel bewust. Want in 2022 had ik voor de eerste keer eigenlijk ja, meer dan 100 vrouwen ingezet voor de kweek. Uh, om eens te testen hoe dat ging. En ondanks dat de verkoop wel goed ging, was het zeker in de piek in juli en augustus echt wel heel erg druk. Dus um, nou ja, dit jaar had ik besloten. Of vorig jaar eigenlijk. Maar had ik besloten om ietsje minder vrouwen in te zetten. Net onder de 100. En dat is eigenlijk wel goed bevallen. Dus ik denk dat ik dat dit jaar ook weer ga doen. Um, meer is niet altijd beter. Dus. Maar goed, ik mag niet klagen. Heel veel leuke baby's gekweekt. Ook weer wat waarschijnlijk een world's first en zo. Maar nou ja, daar zou ik meer te koop mee moeten lopen. Maar dat doe ik nooit. Uh, maar goed, leuke borst weer gekweekt. Um, ook heel goed verkocht, mede dankzij jullie natuurlijk. Um, zoals jullie misschien gezien hebben op mijn morflijst staan er echt nog maar een enkele dieren op. Uh, een stuk of vijf en de rest is allemaal verkocht. Dus uh, voor het eind van 2023 was ik eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Dus uh, nou ja, daar heb ik ook niks over te klagen gehad. Maar nogmaals, mede dankzij jullie, want jullie volgen mij en kopen mijn slangen natuurlijk. Dus uh, dankjewel daarvoor. Um... Nou, verder. Uh, wat ik ook natuurlijk uh, in 2023 ben begonnen, was in plaats van alle nesten één voor één op Facebook zetten met een paar losse foto's. Is om daar YouTube video's van te maken uh, in het Engels. Dus ik weet dat sommige mensen zeiden: ja, maar het gaat allemaal zo snel en ik kan niet zo goed Engels. Snap ik? Maar nou ja, ik ga het toch in komend jaar ook weer zo doen of dit jaar. Want uh, het is gewoon heel makkelijk. Ik, voor mij, tenminste, dan kan ik één video maken, Engels gesproken. Ik heb heel veel volgers over heel de wereld, dus die kunnen bijna allemaal Engels. Um, dus ja, mocht je het nou niet helemaal snappen, ja, je kunt hem zelfs op YouTube al langzamer afspelen en zo. Of ga gewoon een keer terug of zo. Dus dat ga ik zeker weer doen. Ik vond het namelijk zelf heel fijn. Dan kan ik namelijk aan jullie even kort vertellen wat de ouders zijn genetisch, maar ook waarom ik de verparing misschien heb gedaan. Of, hè, of het de testverparing was of een leuk project maken. Dus ik kan er iets meer over uitleggen. Um, op een Facebook post gaat dat eigenlijk toch niet zo goed. Uh, plus, ik kan dan één voor één alle diertjes laten zien. Als iemand dan zegt: joh, maar ik wil nog ik wil een diertje van je hebben, ik wil nog steeds een goede foto, dan mag. Nou, een goede. goede Met mijn iPhone is uh, goed uh, relatief begrip. Maar uh, dat is natuurlijk ook geen probleem. Maar voorheen deed ik altijd op Facebook gewoon een x-aantal foto's zetten. En ik dacht, oh, ik pak de mooiste en ik pak die en een holdback. Maar dan gingen mensen altijd vragen: van, joh. Mag ik die kopen? En dan zei ik: Nee, dat is mijn hotpack. En, dus dat was eigenlijk alleen maar verwarrend. Dus als ik het gewoon op deze manier doe, is het voor iedereen overzichtelijk. Dus vond ik eigenlijk wel heel fijn. Dus nou ja, als we dan vooruit gaan blikken op 2024. Ik heb het ook al een beetje gezegd: Ik ga over evenveel vrouwtjes inzetten voor de kweek. Um, ook uh, voor het nog niet hebben gezien. Uh, de, ik heb een paar babyrex te koop staan van Alurex. Um, er ging alweer de roddel. Drie mensen vroegen al: oh, ga je stoppen? Nee, ik ga niet stoppen. Ik ga net zoveel kweken, net zoveel houden. Ik ga ook dezelfde Blasbakjes gebruiken. Maar Nicola, mijn vriendin, die gaat voor mij net eigenlijk iets betere reks maken. Die van Alurex zijn 95% ideaal. En met die van Nicola gaan ze 99% ideaal worden. Dus net ietsje fijner werken. En daardoor heb ik dus af en toe wat reks te koop. Dus elke keer als Nicola een stelling heeft gebouwd, kan ik één stelling verkopen. zeg maar. Dus mocht je iets voorbij zien komen, niet denken dat ik ga stoppen. Dat is allemaal niet waar. Allemaal geruchten. Ik heet niet van niks Future Morphs. Ik doe het al heel lang. En ook in de toekomst ga ik Morphs blijven kweken. Um, um, nou ja, wat ik dan ga kweken, dat is nog altijd de moeilijke. Dat vragen mensen namelijk ook altijd. Dat weet ik nog niet. Ik heb namelijk geen kweekplannen gemaakt. Dat doe ik altijd pas ergens in februari of zo. En dan vanaf begin maart ga ik de mannen bij de vrouwen zetten. Ik ga ook niet. Uh, ...hier op YouTube alle verparingen één voor één noemen... ...want dan dat is gewoon veel te veel... ...en dan gaan mensen alleen maar... ...ja, het klinkt heel stom, maar dan gaan mensen zeggen... ...oh, dat is een coole verparing, daar wil ik wel baby's uit... En... Ik hou mensen dan toch weer niet op de hoogte en zo. Dus wat ik wel altijd doe is een lijst maken op mijn Patreon pagina. De link staat hier ook onderin. Daar ga ik, maak ik altijd een video met welke lijst met verparing ik doe. Maar ook waarom. Dus dat zijn altijd best wel lange video's. Maar dan vertel ik echt van nou, oké okay, waarom pak ik nou deze man op die twee vrouwtjes en zo. Dus mocht je daar interesse in hebben dan ga zeker eens op Patreon kijken. Dat is ook allemaal super makkelijk geworden. Um, heb ik ook eind van het jaar eigenlijk vanaf 1 januari heb ik het een beetje aangepast. Voorheen had je drie verschillende tiers waar je uit kon kiezen. En dat is nu nummer maar één. Dus dat is voor iedereen hetzelfde. Wel zo makkelijk, dus je krijgt nog steeds dezelfde content. Je krijgt nog steeds video's, maar iets minder vaak. Dat is eigenlijk de reden waarom ik ben gaan switchen van die tiers. Omdat ik niet meer kan beloven dat ik elke twee weken een nieuwe exclusieve Patreon-video kan, uh, kan beloven. Want er staan er al meer dan or, 93 staan er al op. Dus op een gegeven moment zijn de onderwerpen een beetje op. Dus, uh, maar zeker ben je uh, een superfan, dan mag je natuurlijk Patreon-lid worden. Maar ook ben je bijvoorbeeld een beginnend kweker of wil je weer, meer. Leren over genetica, over verkoop, over wat dan ook. Alles wat ik doe kun je daar eigenlijk allemaal op Patreon vinden. Dus stille hint was dit. Um, maar goed, ik ga natuurlijk wel wat leuke combinaties mee maken. Um, hopelijk dit jaar uh, Mimosa karamel en Mimosa lavender combies. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen om het te maken. Dus hopelijk kan ik daar dit jaar visuele versies van maken. Um, ook wel weer wat hele leuke scales combos die ik voorheen niet heb gehad. Um, Palmetto-combinaties ik ook in de planning. Zeker ook Charcoal- uh, en Blizzard-combinaties. Uh, ook wel een paar leuke erbij. Dus van alles wat. Dus blijf me volgen. En uh, zeker hier op YouTube, want daar krijg je dus alle nestjes te zien in de zomer. Uh, maar ook zeker op Facebook, want daar kan ik gewoon wat foto's posten. En waarmee tekst en zo erbij ook. Dus, um, maar goed, uh, daar gaan we dus ook allemaal weer op YouTube doen. Dus, tot zover verandert er eigenlijk denk ik niet zo heel erg veel. Uh, ik hoop dat ik in 2024 weer net zo goed jaar heb als jullie. Of, nou ja, als mezelf, maar als 2023 met jullie, moet ik zeggen. En uh, ik had dit rijk uit moeten knippen, maar gaan we niet doen. Want ik blijf ook gewoon slechte YouTube-video's maken die ik gewoon van start tot eind in één keer opneem. En zijn jullie van mij gewend? Veel beter hoeft het ook niet. Hè? Heeft ook zo'n charme. Uh, mocht je nou nog wel leuke ideeën hebben voor nieuwe YouTube-video's, mag je het ook zeker laten weten. Laat dan even een berichtje hieronder achter. Um, eh, als iemand zegt: joh, ik wil dit of dat zien, geen probleem. Wat ik al uh, hint, hè, ik ga binnenkort komen er weer een heel stel slangen voorbij de, waar ik een video van ga maken. Dus uh, blijf zeker mij volgen op YouTube. Ehm. Um, en uh, ik zit ook nog te denken, maar ik weet nog niet zeker. Zoals jullie zien, heb ik mijn uh, Future Morphs kersttrui aan. Die was dit jaar niet te koop trouwens, maar voorgaande jaren wel. Op mijn uh, Teespring of Spring website. Dus op futuremorphs.shop. Um, ik zit er een beetje aan te denken om daar weer iets meer mee te gaan doen en een beetje nieuw leven in te blazen. Door misschien wat nieuwe designs of zo erop te zetten. Dus, heb jij interesse in een t-shirt of een hoodie? Of heb jij, ben je misschien, zeg je, ik heb een heel leuk design gemaakt, die moet jij gaan printen? Dan neem contact met me op en dan ga ik zorgen dat die in de shop erbij komt. Dus dat is misschien ook nog iets voor 2024. Nou, dat was hem voor nu, denk ik. Mochten jullie nog vragen hebben, zoals altijd, laat het me weten. Alle vragen en alle comments lees ik en beantwoord ik. Dus uh, je weet me te vinden of op YouTube, of op Facebook, of op WhatsApp. Mag allemaal met wat je fijn vindt. En dan zie ik jullie uh, zeer binnenkort weer. Met wat leuke slangen. Bedankt. Doei.